In het dorp Bergendal moet een nieuwe zendmast komen te staan aan de Watertorenstraat. Maar de aanleg ligt plotseling stil. Door een fout met de datum in de vergunningsverlening kunnen bewoners nu nog bezwaar maken, terwijl de fundering al in de grond zit. En ook dat ging niet zonder slag of stoot. Een zendmast midden in de woonwijk, scheuren in de muren en spullen die kapot vallen. Hier aan de Watertorenweg in Bergendal gebeurt het. Naast heel veel herrie ook ontzettend veel trillingen in de buurt. En bij sommige mensen in de buurt hier zijn er scheuren ontstaan in woningen. En bij een aantal mensen zijn gewoon spullen van kasten afgedonderd en zijn gewoon stuk gegaan. Ik was zelf niet thuis toen de paal de grond in werd gedrild, mijn partner wel. Die zei dat het huis echt enorm schudde. En ik heb sindsdien gemerkt dat een aantal scheuren in mijn huis nieuw zijn. Een aantal scheuren die klein waren, die zijn duidelijk groter geworden. Op de schaal van Richter, deze buurman daar heeft het geïnventariseerd. Op de schaal van Richter zaten we geloof ik op 5 of 6, bij wijze van spreken. Ongelooflijk. Naast al aangerichte schade zijn de bewoners ook niet blij met het ontwerp van de nieuwe zendmast. Ik vind het jammer dat wij dus totaal niet zijn geïnformeerd over zeg maar, zo'n industriële sigaar van 30 meter hoog en 1 meter breed die hier nu komt. Het college van BMW heeft de vergunning verleend, is toegelicht in het college, dus daar is bewust een keuze gemaakt voor deze sigaar. Er is inmiddels door een flink aantal buurtbewoners al bezwaar ingediend. Dat gaat met name ook over het ontwerp van de nieuwe paal, die wat ons betreft gewoon te grof en veel te zwaar is voor de buurt waar die komt te staan. Dat is nu in behandeling. Er is wel een vergunningverlening gepubliceerd in het gemeenteblad van 25 januari. Wij hebben daar nu ook op gereageerd. We kunnen daar nog steeds bezwaar op maken. Tot 6 weken na 25 januari. Dan zult u zeggen, ja, maar dat is toch al lang geweest. Ja, dat klopt. Want ook daar is een foutje gemaakt. Er is namelijk gepubliceerd dat de vergunningverlening op 25 februari zou zijn. Dus dan hebben we nog 6 weken daarna. Dus daar hebben we nu nog steeds de tijd om bezwaar aan te tekenen. Dat hebben we nu ook massaal gedaan als buurt. Volgens de buurtbewoners zijn er al minstens 12 bezwaren ingediend. Maar de funderingspaal zit al in de grond. De buurt maakt zich dan ook ernstig zorgen om de veiligheid van de nieuwe zendmast. De pulsbuis, de funderingsbuis die hier ingetrild is, die is niet ver genoeg gegaan. Volgens de vergunning moet die 10 meter gaan. Dat heeft hij niet gehad omdat ze ergens op gestoten zijn. Er is een stukje buis bovenop gelast. Op dat stuk dat afgezaagd is, om vervolgens een mast van 30 meter staal massief te moeten gaan houden. Daar geloven wij als buurt helemaal niks van, dat gaat houden. De gemeente Bergendal was vandaag niet bereid om hier een reactie op te geven.